Het is vandaag tweede kerstdag en dat betekent dat we even gaan genieten van grappige en toffe momenten in Fortnite Battle Royale. En we zijn al begonnen met de video. En we beginnen gelijk goed met iemand die hier heel erg hard gepakt wordt. Oh, hier komt Karma aan. Karma in 3, 2, 1. Ja, jawel. Dus Karma. Dus hele harde Karma. Dankjewel Red Arcade voor het maken van deze video. Jullie maken nog steeds naar mijn mening de beste Fortnite Spinny Moments video's op YouTube. Drop ook even een like als je er nu al zin in hebt. En holy shit, die gast ging echt heel erg hard dood daar. En het is tweede kerstdag, zei ik net ook al. Maar iedereen heeft een hele fijne kerst gewenst namens mij. En waarschijnlijk ook wel namens de rest van Team Teveel gevraagd. Oftewel Matthijs. Maar hier gaan mensen dood. Dat is toch erg bijzonder. Wat gaan we hier krijgen? Iemand die in de taxi zit. Miep, miep. Oh, en dan gaat de lucht in. Oh, hij valt dood. Wat is dit nou weer voor een glitch? Oké, we gaan waarschijnlijk weer veel glitches zien op deze tweede kerstdag. Hebben jullie trouwens toch wat gedaan eerste kerstdag? Laat het weten in de reacties. Ik ben wel benieuwd. En ja, die ging best wel dood. Oh, iemand gaat hier landen op een ander iemand. Dat is wel echt heel nice om iemand op die manier te killen. Alright, een minietje naar binnen. Wat gaat hij doen? Oh, wat is het? Wat? Hè? Oh, hij lagde. Oké, dat was lag. Ja, wat is dat? Dat was super scary. Dit wapen is geglitcht. Ja, dat is... ik denk niet dat je er heel recht mee kan schieten op dit moment. Oh, er zit iemand daar. Oh, is het een auto voor? Oké. Oh, gaat hij pakken? Jazeker, mooie headshot. Ik denk dat hier Karma komt. Ja, Karma. Het was Karma. Heel hard. Wat doet deze kip? Oké. Oh, en hij is down. Oké, en nu gaat hij down, denk ik. Waarom heeft hij hem niet? Wat gebeurt hier? Oké. Dat was echt... Oké, dan gaat het gebeuren. Oh, er komt een auto aan. Wauw. Die zag ik niet aankomen. Try me. Oké, nice. Die is mis. En wat is die aim? Wow, Matrix. Dat is wel echt heel vet. En goede hit. Hele goede hit. Volgende clip is iemand die rondspringt en waarschijnlijk dood gaat vallen nu. Ja, die mensen heb je ook nog steeds. En die gaan het waarschijnlijk nooit verleren. En hoe zijn we nog niet down? Oké, hij gaat sprayen. Want ja, spray meta in chapter 3, hè? Oh, wat is... Oh nee, internet. Nee, hij gaat zelf dood nu, let op. Hij gaat volgens mij had hij zelf een lijk, denk ik. Ik weet het niet. Wat doet deze kluis hier? En die kluis is weg. Hij is weggeteleporteerd. Oh, die lama! Oh, die lama ga je never nooit... Wat is dit voor een hardcore parkour lama? Deze lama is echt heel ziek. Wat een hardcore parkour. En hij gaat doodvallen. Ja, ik wist het. Lama heeft iemand gekillt, confirmed. Lama's zijn OP, jongen. Lama's zijn echt OP. En die benen zijn flink gebroken. En dit is ook een glitch. Ja, we gaan alleen maar glitches zien, denk ik. Oh, dit is iemand die trui aan het doen was. Die trui-emote. En oké, daar is het dus blijkbaar een glitch. Want we zagen er net ook al een clip van. Oké, hij zit onder het water. Pas daarmee op. Oh, hij gaat doodvallen in 3, 2, 1. Natuurlijk, rest in peace. Oh, sayonara, zei hij dat? Ik weet het niet. En hij valt dood. Boom. Oh, is het de foundation? Hij valt zelf dood. Oh, hij is nog niet doodgevallen. Oh, ik dacht dat hij dood zou vallen daar. Oh, wat ik heb geen idee wat er allemaal gebeurde, maar het was allemaal heel speciaal weer. Hier gaat wel iemand doodvallen, denk ik. En eventjes... Oh, als hij daar doodgesniped werd, jongen, dat was funny geweest. Oké, iemand die de Spider-Man web gebruikt. Oh, hij gaat weg. Nee, ik snap echt helemaal niks meer van wat hier gebeurt. Oh, een rainbow high five. Nice. En wat gaat er nu gebeuren? Hij gaat een high five geven. Goeie. Oh my god. Volgens mij is er iets fout. Volgens mij gaat er iets fout hier. Hij zit vast in de high five. Pas op. Dat was heel raar. Oké. Wat gebeurt hier? Oh, mensen die allemaal in het treintje achter... Oh my god. Dit is geniaal. Dit is geniaal. Mensen die dat doen. Oh, nice hit. Oh, en hij is down. Oké. Hij moet naar buiten. Valt op de spiderweb. Vol de spiderweb. Wauw, op deze manier kan hij echt nooit gepakt worden. Dit is geniaal. Wat de hel gebeurt hier? Dat is echt heel erg vet. Oké, hij gaat niet overleven. Spideyweb. Nog 2 AP en is down. Maar kan nog wel iets doen. Kan hij dit? Ik wou net zeggen, ga me niet vertellen dat hij door kan webben. Of hoe je dat ook wil noemen. Wow. Oké, dat is... Waar gaat hij helemaal heen, joh? Gaat daar een andere dimensie, lijkt het wel. Oké, hier is een kamp en hij... Oké, rest in peace. Die is dood. Oh, wat er gebeurt hier nou? Oh, wow, die boot is gek. Ga eruit. Ik zou eruit gaan als ik hem was. Ik zou er niet in durven blijven zitten. I believe I can fly. Nou, niet dus, want hij is hartstikke dood. Oh, die boom. Schiet die boom omver. Daar kan je mee killen. Daar kan je mee killen. Waar?
Lek, denk ik. Oh my god. En dan... Die boom die hem dan... Wow, dit is wel vet gedaan. Die boom die hem dan volgens afmaakt. Wow, dit kan alleen maar glitchen. Dit kan alleen maar glitchen. En dan gaat doodvallen. En 3, 2, 1. Was te verwachten. Was te verwachten. In chapter 2 map gaat hier nog wat vets gebeuren. En gaat doodvallen. Ja, natuurlijk. We hadden ook, ook heel snel weer wegklikken. Oh, Spider-Man heeft een hacker gun. Oh my god, kijk dan. Heel bijzonder weer. Wat krijgen we hier? Iemand die... Oh, maar wat gebeurt er? Zo, er wordt er eentje gesprayed hier, man. Lucht in, nog 8 HP. 1 hit en je bent dood. 1 hit en je bent dood. Of je gaat... Hij gaat fall damage pakken. In 3, in 2, in 1. Fall damage. Ik wist het. Het was zo voorspelbaar. We gaan door naar de epic wins. Oftewel, hackers. Ja, want ik vind sommige clips zo sus. Alhoewel, Spider-Man trickshots ben ik wel heel erg fan van. Zoals deze. Ja. Ja, 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 ja. Nice hit. Wat gaat hij doen? Gaat hem neermaaien, denk ik. Natuurlijk, dat is kill nummer 2. Gaat voor 3. Dit was nog voordat hij genurfd werd, deze gun, volgens mij. Want hij heeft nu zoveel meer recoil. Oh, en ja, dit zijn hackers. Dit zijn gewoon... Ik heb daar laatst weer over na zitten denken. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat mensen zo goed zijn. Ja, dit kan gewoon. Dit is gewoon een mooie trickshot. Maar als je van 200 meter af een no-scope 360 raakt zoals dit... Ga mij niet vertellen dat je dat gewoon kan. Want ik heb het zo vaak geprobeerd. Mij lukt het nooit. Letterlijk nooit. Oké. Okay. Hier is iemand flink aan het sprayen. Met spraymetten natuurlijk. Maar toch vind ik trickshots deze chapter wel op een ander niveau hoor. Voornamelijk vanwege de creatieve dingetjes die je kan doen. Maar dit is gewoon lekker sprayen natuurlijk. Ik ben ook geen fan van dit wapen trouwens. De MK7. Want na de nerf is die echt wel slechter geworden. Oh, snel. Switch. Ik wou net zeggen, hij heeft 2 van die MK7's. Oh ja, wordt weer een trickshot met Spider-Man. Kijk, ja, dit is nog wel een redelijke afstand. Maar dan nog is het zo moeilijk. Wow, dit is wel weer een hele bijzondere combinatie. Heel vet. Oké, lucht in. Schieten. En alles valt naar beneden. De kans is zo klein dat je iemand hit op die manier. Echt waar. Oh, schiet. Ja, nog een keer schieten. Ik weet niet hoe vaak hij gaat schieten met dat ding. En een noscope. Ja, hoe raak je dat? Ik raak dat niet hoor. Oh ja, sliding. Natuurlijk, trickshots met sliding gaan we krijgen. Noscopie. Ja, ik zag hem nauwelijks. Heel bijzonder weer. Oh, en hij gaat iets naar beneden schieten, denk ik. Gaat hij het doen? Gaat iemand noscopen dan volgens? Dat zou wel heel ziek zijn als hij dat doet. Gaat hij het doen? Nee, hij gaat het niet doen. Hij gaat ze gewoon dood laten vallen. En sprayt volgens nog iemand down. En ziet daar nog iemand. Het wapen is wel, heeft wel een beetje die Call of Duty feeling, hoor, moet ik zeggen. Dat moet ik aan iedereen... Dat moet ik toch echt wel bekennen. Oh, dit kan je niet raken! Oh, chapter 3 zit er vol met hackers. Ik kan het hier. Het zit gewoon weer vol met hackers. En lucht in, noscopie en een hele goede hit. Well played. Oké, deze gaat met een buggy de lucht in. Het gaat op de achterkant staan. Draait, wil een tire gooien. Doet het niet, maar noscoopt iemand wel. Alsof het niks is. Alsof het niks is, echt waar. Goede hit weer. En, oh, dat is een hele oude clip volgens mij, of niet? Met de helikopter, noscopen. Ja, dat is een best wel oude clip, maar wel vet. Oké, high glitch, lucht in, noscope. Ook net voordat hij achter die buildings verdwijnt. RPG Grappler, mijn favoriet natuurlijk, noscope. Ja. Kan toch niet, jongens? Het kan niet. Het is onmogelijk. Noscopie, well played. Oké, wat gaat hij doen? Lucht in, halve draai, slaan en noscope. Ik wil weten hoe mensen dit doen. Ik wil het echt weten. Want het is zo moeilijk. En wat gaat hij allemaal... Wow, de lucht in. En hij zit daarachter. Boom. Goede hit wel. Oké. Op een mini. Ik zie hem niet, maar hij raakt hem wel. Lucht in. Schieten. Op tires landen. Cancelen. Noscope. En weer een hit. Het zijn er weer heel veel. Wat gaan we hier krijgen? Iemand die Spider-Man gebruikt om op een ding te springen. Op een jump pad. Gaat de lucht in. Ziet iemand lopen. En noscoopt hem gewoon. Want ja, waarom ook niet? Oh, dit worden heel veel kills. Oh, het zijn er 2 in 1 shot. Oké. Oké, iemand die hier Spider-Man gebruikt en een soort van salto maakt. En dan met die dingen gebeurt er van alles. Maar wel een vette kill, zeker weten. Oh, en noscope. Natuurlijk, Victory Royale. Shockwave grenade, halve draai, bow op zijn gezicht. Goed, dat zijn ook mooie kills. Maar daar kan je nog een beetje mee aimen. Renegade Raider. 2 keer een dub en een noscope.
Wauw. Ja, dames en heren, het lijkt erop alsof we heel veel hackers hebben gezien. En ik weet het, misschien zijn het allemaal geen hackers. Maar het is wel heel erg sus. Bedankt voor het kijken in ieder geval. Geniet van de tweede kerstdag. En al, tenzij je op een andere dag kijkt, dan fijn nieuwjaar. En als je later kijkt, nou, maakt het niet uit. Bedankt voor het kijken. Kun je op de video zo meteen in beeld. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. En peace out. Doei.